I think if you talk to retailers and manufacturers, they're anticipating that eases over the course of this year, and forecasters expect inflation to ease over the coming months. Wat? Hoor ik dat nou goed? Inflatie zal allemaal wel voorbij gaan en het zal allemaal wel meevallen. Nou, ik weet niet waar deze dame het vandaan haalt, met wie ze allemaal praat. Maar met de mensen met wie ik praat, daar blijkt toch wel uit dat inflatie alleen maar zal blijven stijgen en ook niet op korte termijn zal verdwijnen. Dus nou ja, we zullen zien wie er gelijk gaat krijgen. Hi, mijn naam is Peter Meijburg van, je weet het inmiddels, slimmermetopties.nl. Ja. Inflatie, het blijft maar boven de markt hangen en ook de volatiliteit, ja, die zal voorlopig nog wel eventjes blijven aanhouden. En dat zagen we eigenlijk, ik maak mezelf meteen even wat kleiner, dat zagen we afgelopen week ook wel. Als we kijken naar bijvoorbeeld Facebook en Amazon. Maar laat ik eerst eventjes de VIX erbij pakken. Nou, je ziet de VIX, als de VIX boven de 20 staat, je weet, de VIX is de paniekbarometer. Hè? Als je een hoge VIX hebt, zoals hier een week of twee geleden, ja, dan worden beleggers een beetje bezorgd, een beetje angstig. Dan gaan ze heel veel poets kopen. En ja, als de VIX boven de 20 staat, dan wil dat zeggen dat die relatief aan de hoge kant komt. Nou ja, je ziet, die VIX die maakt vaak van die spikes en dan valt hij weer terug. En nu staat hij dan sinds vrijdag op 23 nog wat. Dus ja, wat betekent dat? Er is wel sprake van wat volatiliteit, van wat onzekerheid in de markt. En dat is gunstig voor optieschrijvers. Hè? De premies die lopen op. Hè? Dus als je een optie schrijft, dan ontvang je daar een aardige premie voor. We gaan kijken of dit van tijdelijke aard is. Maar als ik eventjes kijk naar, of laat ik eerst eventjes Facebook, hè? Dat was natuurlijk het gesprek van de week. Nou, je ziet Facebook stond zo rond, 3,28. Toen de earnings bekend werden, ineens op 2,38. Dus dat was een knal naar beneden van 26%. Dus volgens mij was dat de grootste daling op één dag voor Facebook. En als we teruggaan naar, ik meen 2018, even kijken. Hadden we ook een keer zo'n daling. Oh ja, hier was dat. Ik herinner me nog dat, even kijken, dit was een daling van 18-19%. Dat was ook niet kinderachtig, maar dat viel dus nog een beetje in het niet bij wat we afgelopen week zagen. Ja, hier waren de earnings eigenlijk op zich niet eens zo slecht, alleen beleggers hadden meer verwacht. En ja, je ziet, het gaat vaak nog niet eens om de cijfers, maar gewoon om hoe beleggers erop reageren. En beleggers overdrijven natuurlijk altijd, dus je ziet, dat had hier wel het nodige effect. Maar goed, toen kregen we één of twee dagen later Amazon. En Amazon, daar waren de beleggers behoorlijk positief over. Op heel hoog volume schoot dat aandeel. Eens kijken, ongeveer, op het hoogste punt, wat was het? Ruim 16% omhoog. Eindigde iets lager, 13,5% ongeveer. Dus ja, daar konden beleggers zich weer aan optrekken. Dus het is een beetje tekenend voor deze periode. Veel stijgingen, veel dalingen. Het wisselt elkaar continu af. Dus heel volatiel. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld op zender of CNBC, zo'n website. Fresh inflation data could fuel further market volatility in the week ahead. Dus ja, we krijgen weer inflatiecijfers. En die kunnen wel eens voor wat nieuwe brandstof zorgen voor de volatiliteit komende week. He, dus we krijgen, of we hadden eigenlijk hele sterke werkgelegenheidscijfers voor januari. Nou ja, het is maar eventjes de vraag hoeveel korreltjes zout je daarbij moet doen. Want die cijfers worden natuurlijk links en rechts gemanipuleerd. Maar goed, het gaat er eventjes om hoe beleggers daar allemaal op reageren. Sterke cijfers dus. En dat reist dan weer, doet de vraag reizen wat de Fed
weer gaat doen. Naar aanleiding daarvan in verband met het al of niet opschroeven van de rente. Dan krijgen we donderdag krijgen we de consumentenprijsindex. De headline number is expected at 7.2%. Ja, de hottest, dus het heetste cijfer sinds 1982. Dus ik ben heel benieuwd wat het uiteindelijke cijfer gaat worden. En we krijgen dus ook nog de komende week een heleboel earnings. We krijgen Coca-Cola, maar ik dacht ook Pepsi-Cola, Walt Disney, Pfizer, Amgen. Dus van die grote bedrijven die met cijfers komen. Nou, daar ben ik weer. Dus, dat kan voor de nodige volatiliteit gaan zorgen. Nou, als we weer eventjes gaan kijken naar de beurzen, wat ze nou gedaan hebben. Ja, je ziet de SPY, die is omhoog gegaan. Toch weer even tegen dat dalend MA20 aangekomen. Dus is een beetje onzeker. Het kan een gezonde correctie zijn om vervolgens weer verder te stijgen. Maar ja, dat MA50 is dalend. MA20 zit daaronder. En de koers is nog niet in staat gebleken door dat dalend MA20 te gaan. Dus als je puur technisch hier naar kijkt, dan ziet het er allemaal nog niet zo sterk uit op de korte termijn. En kijken we naar de Q's, de ETF van de Nasdaq. Ja, die is hier weer op dat steunniveau aanbeland. Is ook in de buurt van dat MA20 gekomen. Iets te boven zelfs, maar ja, toch weer teruggevallen. Dus ook hier zal er nog wel wat moeten gebeuren. Vooral goed nieuws, denk ik. De komende week wil die koersen weer omhoog gaan. Nou ja, hetzelfde geldt ook weer een beetje voor de ETF van de Dow Jones. Dit heb ik nog van de vorige keer laten staan. Iedere keer tikt hij dat steunniveau aan. Ook hier is die koers weer wat teruggevallen na 4 dagen behoorlijke stijging. En de ETF van de Russell, ja, ook weer een beetje. Is een beetje omhoog en weer vervolgens op die steunzone terechtgekomen. De twee lijntjes staan hier nog. De 195 geschreven put heb ik naar maart gerold, dus dat kijken we gewoon eventjes aan hoe dat zich ontwikkelt. Wat wilde ik nog kijken? Even naar Bitcoin. Bitcoin heeft natuurlijk ook de laatste tijd slecht gedaan. Maar je ziet, 3 dagen geleden kwamen er aardig wat kopers weer in de markt. De koers van Bitcoin is weer boven de $40.000 gesloten. Nou, ik denk als die ook nog boven dit niveau komt, boven die 44.000, en dan als dat MA50 ook weer wat vlak gaat lopen, ik denk dat we dan nog wel weer een behoorlijke spurt kunnen gaan zien. Maar dit gaf de Bitcoin bezitters in ieder geval wel weer een beetje moed, die stijging. Dus ik zat even te kijken. Het is natuurlijk, het is eigenlijk een beetje afwachten de komende weken wat het allemaal gaat brengen. En ja, ik weet ook niet of je nou vol nieuwe posities moet gaan innemen. Ik zou toch een beetje de kat uit de boom kijken. Maar goed, stel dat je voor de komende week toch op zoek bent naar wat sterke aandelen op die Amerikaanse markt. Zat ik eventjes te kijken hoe je dat zou kunnen aanpakken. Nou, wat je dus eigenlijk zou willen is dat je aandelen hebt die boven het MA20 noteren en het MA20 dat boven het MA50 noteert. En dan, bijvoorbeeld kan je ook nog een filter toevoegen waarbij je zegt van nou, ik wil dat er een beetje behoorlijk volume is. Dus ja, hoe kan je dat doen? Nou, we kijken hier naar TC2000, mijn favoriete grafieke programma. En we hebben hier het Moving Average 20 en Moving Average 50 op de grafiek staan. Dus het voortschrijdend 20-daags gemiddelde en het voortschrijdend 50-daags gemiddelde. Nou, als ik dan hierop klik, Moving Average 20, Create Condition, en dan zeg ik, Price History moet boven het Moving Average 20 zijn. Nou, dan zeg ik Apply to Scan Results. Dan staat die standaard op de industrie-indexen, maar dat wil ik niet. Ik wil dat die gaat filteren op een van mijn watchlists, en dat is mijn universum. Nou, mijn universum, dat is een verzameling aandelen en ETF's, 111 in totaal, van liquide aandelen en ETF's, dus waar veel in wordt gehandeld. Nou, dat zijn er 111, wat ik al zei, en je ziet, er zijn er nu 23 overgebleven, hè, na dat filter
dat de koers boven het MA20 moet zijn. Dus we hebben er al heel wat uitgefilterd. Daar kijken we verder niet naar. Nou, wat ik dan ook nog wil, ik ga een kolommetje toevoegen en weer een conditie. Wat ik dus nu wil, is dat het MA20 boven het MA50 zit. Nou, dan doe ik weer new condition, add condition en write formula. Dus ik ga nu een heel eenvoudig formuletje schrijven. En dat ziet er als volgt uit. AVGC20 is groter dan AVC50. En dat staat, dat AVGC voor average close. Dus de average close van de 20 dagen is groter dan de average close van de afgelopen 50 dagen. Met andere woorden, wat hier staat is eigenlijk het MA20 moet boven het MA50 zitten. Klik ik op OK en dan krijg ik hier in deze kolom van al die aandelen die al gefilterd zijn, welke boven het, waar, nou ja, het MA20 dus boven het MA50 zit. Nou, je ziet, dat is bij elk van deze aandelen het geval. Dus dat is mooi. Dus we houden er nog steeds 23 over. En wat ik al zei, dan zou ik eigenlijk nog het liefst willen dat er behoorlijk wat volume in omgaat. Dus add condition column. En dan klik ik deze keer op pre-build. Want het programma heeft zelf al heel veel formules gemaakt. Dan klik ik op VOL en dan zie je eigenlijk al volume-achtige filters. En ik wil eigenlijk above average volume. Zie je dus dat die koers boven het gemiddelde volume zit. En dan doe ik weer OK. En dan krijg ik hier een aantal van die aandelen waarbij dat het geval is. En als ik dan naar boven ga, zie je, dan zijn het er, nou, ik weet niet uit mijn hoofd, een stuk of 10, 15. Maar als ik dan hier met mijn rechter muisknop op klik, dan zeg ik flag all above this item. Dus dan krijgen al die aandelen waar die dus allemaal voldoen aan die condities, die krijgen een vlaggetje. En vervolgens kan ik zeggen copy flag. Dus kopieer die gevlagde items naar een nieuwe personal watchlist. En die noem ik dan bijvoorbeeld mijn shortlist. He, dus mijn shortlist voor de komende week. Oké. Nou, deze ga ik dan eventjes opruimen. En dan ga ik naar mijn watchlist. En dan zeg ik, klik dan in short, dan komt die al tevoorschijn. En dan heb ik dus hier mijn shortlist van 13 aandelen in totaal, waarvan dus de prijs boven het MA20 zit, het MA20 boven het MA50, en waarbij het volume hoger is dan gemiddeld. Nou, en dan kan je deze dus gewoon aflopen. Je ziet hier bijvoorbeeld aandeel als McKesson of Expedia, Mastercard, zie je, nou, Cummins, Raytheon, deze noemde ik trouwens vorige week nog, weet je nog? Toen had ik het over de banken, de financiële sector en de aerospace en defense. Nou, dat aandeel heeft het sinds vorige week inderdaad heel goed gedaan. Maar goed, nog steeds koopwaardig. Nou, zie je, allemaal aandelen die in een mooie uptrend zitten. Nou heb ik hier in mijn programma standaard altijd nog de earnings. Zou ik trouwens ook nog kunnen doen. Ik kan nog een kolommetje toevoegen en dan klik ik op add value column en dan tik ik in next. En dan kan ik hier klikken op next earnings. En dan als ik hem hier een paar keer klik, dan zie je hier de bedrijven die binnenkort hun earnings bekendmaken. Maar stel dat ik bijvoorbeeld zeg, nou, ik wil die eerste twee, die hoef ik niet, want die zitten een beetje dicht bij de datum nu. Het is nu 6 februari, maar bijvoorbeeld vanaf hier, 19 april, dit zijn dus allemaal bedrijven hieronder die de earnings al hebben gehad. Dus ik kan gewoon vanaf hier mijn lijstje doorlopen. Dan hou ik er dus nog, even kijken, het waren er 13, nog 11 over die dan interessant voor mij zijn om bijvoorbeeld een optiepositie in te zetten. In op te zetten. Dus je ziet Travelers. Ja, en wat je hier bijvoorbeeld zou kunnen doen is even wachten hoe lang die correctie hier duurt. Het is duidelijk dat dat aandeel in een uptrend zit. Misschien corrigeert hij tot, wie zal het zeggen, 168. En dan gaat hij verder omhoog.
Ja, en dan kan je natuurlijk een aantal dingen doen. Je kan een boel call spread opzetten, calls kopen, maar je kan ook een boel put spread doen. Procter & Gamble, idem dito. Nou, je ziet Procter & Gamble, ja, die moet wel eventjes hierboven uitbreken, maar het ziet er toch wel, ja, het ziet er toch wel heel goed uit. Ik kan hier eventjes een lijntje trekken. Zie je hier, als die hierboven komt, kan je gewoon even op wachten. Wat hebben we hier? Nou, Raytheon, die hebben we gezien. Visa, Chevron, doet het natuurlijk ook heel sterk. Zie je, dus nou, zo hebben we dus 11 aandelen die je in de gaten kan houden. En zo maak je het jezelf een stuk makkelijker. Want als jij natuurlijk op die Amerikaanse markt handelt, ja, daar zijn duizenden aandelen. Dus je kan allerlei filters toepassen wat je wil. Je kan aandelen filteren die bijvoorbeeld $100 of duurder zijn, of waar heel veel volume in is. Maar het is een hele mooie manier om dus, ja, jezelf tijd te besparen en alleen de kansrijke aandelen eruit te pikken. Dus ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad. Ik zal onder in de beschrijving van deze video een link opnemen, zoals altijd, naar dit programma. Erg handig. Ja, je kan je natuurlijk, dat weet je al, abonneren op mijn kanaal. Dan krijg je automatisch een alert als ik weer een nieuw videootje upload. Duimpje omhoog, daar ben ik altijd blij mee. En verder natuurlijk weer heel hartelijk bedankt voor je aandacht. Ik hoop je volgende week weer te zien. En ik zou zeggen voor de komende week, hou je posities klein. Hou je stoploss goed in de gaten, want het kan wel weer een heel volatiel weekje gaan worden. Maar ook wel weer interessant natuurlijk. Dus tot volgende week. Doei!